Zit ik hier goed, denk je? Zeg maar niet, wat ik ook nog zou willen weten is, hoe ben je nou precies op die vraag gekomen? Nou, we zijn met de klas naar een schaapskooi geweest. Ja? En dan mochten we tussen de schapen lopen en we hebben de honden gezien. Ja, ja. En toen zag jij die honden en toen dacht je bij jezelf... Nou, ik wil wel eens weten hoe zo'n hond die schapenkudde bijeen kan drijven. Ja, ja. Dus hoe een hond een schaapsbijeendrijver wordt. Ja. Dat is een beetje de vraag. Ik weet niet of het zo heet, maar dat is de vraag. Ja. Hé, hey, wacht even. Volgens mij hadden we hier naar rechts gemoeten. Nee, we moeten hier naar links. Misschien hebben jullie het al in de gaten. Monique en ik zijn een beetje de weg kwijt. We zitten hier in Natuurpark de Maashorst en we zijn op zoek naar twee herders. Te weten... Erik en Louise. Erik en Louise. Daar hebben we een afspraak mee gemaakt en die moeten hier ongeveer zijn. En dat is, ja, dat is echt die kant op volgens mij, hoor. Weet ik zeker? Weet je wat? Als jij naar rechts gaat, dan ga ik naar links. Oh, en dan zien we elkaar straks bij Erik en Louise. Ja. Doen we wie het eerst is. Oké. Oké. Niet goed. Dit is niet goed. Jochem! Hallo, zijn jullie Louise en Erik? Ja, ben jij Monique? Ja. Waar is Jochem? Nou, wij waren op de fiets en toen waren we een beetje verdwaald. Toen zijn we gaan splitsen en nu is Jochem nog op de andere weg. Oh, wat voor vraag had je eigenlijk? Ik moet even weg voor die schapen. Ja. Hoe kan een hond leren om de schapen bijeen te drijven? Nou, je kunt eigenlijk niet iedere hond dat leren. Je moet bepaalde soort honden hebben. En die zijn honden die een drijfinstinct heeft. Wat is dat? Dat is een instinct om schapen of alle dieren die in een kudde willen blijven bij elkaar houden. En daarnaast moet je ook een hele rustige, beheerste hond hebben die de schapen niet op gaat jagen en laten schrikken. Wat zijn het eigenlijk voor soort honden? Die twee hiervoor, die zijn border collies. Die komen uit het grensgebied tussen Engeland en Schotland. En die zijn echt heel geschikt voor dit type werk om schapen bij elkaar te drijven. En wat is dit voor een hond? Dit is een Chaplanina en dit is een Joegoslavische herdershond. En die moet de kudde bewaken. Aha. Verse schapenkeutels. Ik ben warm. Waar zou Jochem nou toch zijn? Rack, peddeldu. Rack, peddeldu. Rack, peddeldu. Nou, hier hebben we dan het weidje waar we kunnen oefenen met de schapen. Om te laten zien hoe ze die commando's leren. Ja. Hé, hey, Jochem! Hi, Monique. Ik heb ze gevonden, hoor. Ik heb ze lang gevonden. Dit is Hoi. Jochem. Ja, ik ben Jochem. Hey, ik ben Erik. En dit is Monique. En Monique heeft een vraag. En nou ja, we kunnen meteen wel doorgaan, denk ik. Stel hem maar. Ik heb hem al gesteld. Heb je hem al gesteld? Ja. Oh, dus je bent gewoon begonnen zonder mij? Ja. Dat is mooi. En heb je het antwoord ook al? Nee, dat nog niet. Ongelukkig. Dan kan ik het antwoord in ieder geval nog meepikken. Toch? Ja. Zeker. En dat zijn dus de hondjes waar het allemaal om draait. Dus schaapsbijeen drijfhondjes. Ja, de schaapshondjes. Oh, schaapshondjes. Wat is dat nou voor ras, dit? Dat zijn de border collies uit Engeland en die hebben een heel goed drijfinstinct. En nu gaan ze de commando's leren. Nou, hier hebben we dan een hondje van 3 maanden en dat laat wel zien hoe dat het zijn instinct toont. Die gaat om de kudde rennen. Dat moet hij wel gaan doen, dan is het goed. Ja, ja. Kijk, je ziet ook dat je al begint. Lie down, Jen. Het is een beetje wild nog. En die andere hond is erbij om het goede voorbeeld te doen. Ja, die moet een beetje corrigeren. Hij is ooit een beetje te wild en dan zouden de schapen weglopen. Nou, hier heb je dan een hondje van 8 maanden en die kent al wat meer. Die gaan we ook al trainen. Als die links gaat, dan zeggen we kom links. En als die rechts om de kudde gaat, dan zeggen we naar rechts. En dat blijven we doen totdat hij het eigenlijk kent. Dat hij snapt van hé, dat commando hoort bij die beweging. Dus dat is het eerste wat ze leren. Links ja. En rechts. Ja, dat is het eerste. Ja. Nee. Kom links. Niet zo wild. Rustig. Naar rechts. Nou, om de kudde naar ons toe te laten brengen, moet je een hond hebben die iets meer getraind is en wat ouder is. Want 8 maanden die kan dat nog niet. En Louise heeft hier een hond bij, die kan dat al wel. En die kan op het commando Tuma de schapen naar ons toe brengen. Kan hij dat even doen dan? Ja, dat zal hij gaan doen. Kijk maar. Kijk, de gaatje. Nou, hij gaat weg. Kijk, zie je dat? Tuma! En die brengt ze mooi naar ons toe. Die blijft in een halve cirkel achter de kudde, zie je dat? Rustig. 1 keer op en neer. Dat is eigenlijk ook het instinct van die honden, om altijd de kudde naar de baas toe te brengen. Ja, ja. Daarom doet dat pupje dat ook, blijft hij er ook achter. Nou is de kunst ook om ze rustig te laten werken. Heel veel mensen willen te snel, hè? Kijk. Maatjes erachter, rustig luisteren. Nou zag ik net dat Louise niet alleen commando's gaf, maar ook dat fluitje gebruikte.
Waarom is dat fluitje eigenlijk? Ja, dat fluitje dat gebruiken wij voor als het ver weg is. Dat fluitje dat gaat wel een kilometer ver en dan kun je niet meer roepen. En dan hebben alle honden, hebben alle commando's op gesproken en gefloten. Oh, kan je ze wat laten horen? Ja. Hallo. Dat betekent links. Oh. En dan heb je... Dat betekent rechtsom. En dan... Dat betekent toema, dan moet je opdrijven, toema, dan moet je naar je toe brengen. Ja, en wat is liggen dan? Het liggen, oh ja, het liggen, dat is een hele lange. Dat is... Oh, dat is echt zo van... Ja. Duidelijk, hè? Ja. Nou hebben we de kudde dus weer bij elkaar. En dan gaan we ze eruit halen om ze eten te geven. Groot gelijk. Ja, en aangezien het ook al donker wordt, en ik denk dat wij onze job voltooid hebben, lijkt het me best om hier afscheid te nemen, of niet Monique? Ja. Bedankt! Allebei voor de uitleg en ook gedaan. Al jullie honden. En dan mogen nu de schapen eruit, denk ik. Of niet? Ja. Oké. Okay. Tot ziens en bedankt. Monique, was dat jouw fiets? De mijne staat daar ergens. Daar ergens. Oh, de mijne staat volgens mij daar ergens. Hoe vinden we elkaar nou straks? Even kijken. Wacht, ik heb een idee. Die kant op.